muzikaal heeft veel te maken gehad met hoe dat blijft groeien, denk ik. Het is niet door de show, het is niet door de... Als je geen muziek delivert, dan ga je ook niet verder geraken. Het is alleen maar doordat je zelf een eigen sound brengt, dat je echt verder gaat. Soms moet je gewoon eens even stilstaan en gewoon nadenken. Dan als je teruggaat naar 2 jaar geleden, dat je in een bar staat voor 20 man te draaien. En voordat je het weet, door al je hard werken, door al je doorzettingsvermogen, dat je dan ineens in een stadion van 20.000 man staat te draaien. Daar moeten we wel eens bij stilstaan. Of het nu 10 man is of 20.000 man, elke set heeft voor ons zijn eigen waarde. En zo blijven wij ook onze waarde behouden. Het zotte is ook dat dit jaar, dat door die musicaliteit, dat we heel veel nieuwe mensen hebben leren kennen. En die mensen, waar je vroeger naar opzag, dat die aan u uw tracks vragen. Dat die zeggen, ah, er is nog iets nieuws voor mij. Ik denk ook dat we erin mogen geloven dat de afgelopen 8 tracks die we dit jaar gereleased hebben, dat die ook hebben meegespeeld in het verhaal van Double Pleasure dit jaar. Een wijze man heeft mij ooit verteld dat hun droom halen is 1, dat is heel mooi. Maar de weg naar hun droom is nog 10 keer zo mooi. En daar kan ik me alleen maar gelijk in geven. So